Hij was arts, communist en Jood natuurlijk, ja. En dat was natuurlijk dodelijk. Dit is de grote hal waar de gewonden binnenkwamen na de slag bij Otterlo. Je moet zich voorstellen, het lag hier vol met militairen naast elkaar. Een majoor, gezichtshelft weggeschoten. En verder was alles intact, zijn kop en al die dingen meer. Maar je moet je niet afvragen hoe dat erop zit. Net zo'n doodskop, die tandenlaken los en zo. Nou, daar lag hij dan. Alfred verbond wonden, gaf spuitjes en bracht de gewonde soldaten water. Dat hij arts was, ja. Dat hij Jood was, nee.